We zijn bovenop de berg aangekomen en het is echt heel erg mooi hier. Wij spelen dit spelletje Machiavelli en dit is echt geweldig. We zijn onderweg naar een hangbrug. Hier achter is onze lodge. We zijn aangekomen. Onze spullen staan er al. Ik zal straks de kamer laten zien. Maar we gaan... Op de terugweg hier naartoe hebben we een rode baan en een waterval gezien. Dus die gaan we nu bekijken. En rode, dus daar hebben we heel veel zin in. En het is hier, omdat het, we zitten echt heel erg hoog op een berg, is het wel wat lekker koel. Want vandaag is het echt super heet, maar daardoor is de temperatuur te overzien. We hebben net gerodeld en we zijn nu onderweg naar de waterval. En rodelen was heel leuk, zoals altijd. En we hebben het zelfs 2 keer vanaf gegaan. Het was helemaal niet zo duur. En nu zijn we onderweg op dit geitenpad. Oh, daar, daar. Het is niet echt zo'n waterval die we in ons hoofd hadden. Je gaat overal met van zulke trapjes. Het is meer telkens... kleine watervalletjes, als dat logisch is. En het loopt echt heel ver door naar boven. Zijn echt een stuk naar beneden gegaan. Echt wel 10 trappen of zo. Ja, dus niet super spectaculair helaas. Tenminste, vind ik. Sommige mensen vinden die kleine watervallen juist leuk. Omhoog klimmen. Ja. Dit is het uitzicht van onze lodge. En ja, dit is de gang. Hier is onze kamer. En ja, het is gewoon voor 1 nachtje, maar gewoon 2 stapelbedden. En mijn ouders slapen in een andere kamer. Dus nu willen ze van die heuvels daar zo afrollen en affietsen. Dus dat gaan we doen. Wij zitten hier en Joël gaat de heuvel affietsen. En we staan bij paardjes, maar mijn broer ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij was over de kop geslagen met de mountainbike en dat kon niet raken aan zijn zenuwen. Dus werd hij opgehaald, hallo Rowan, door een traumahelikopter en 3 ambulances. En hier is Meerte. En hij heeft daar vannacht ook in het ziekenhuis geslapen. Maar als het goed is kunnen we hem gewoon om 12 uur ophalen en gaan we alsnog naar Zwitserland. Maar misschien is zijn rib gebroken of gekneusd. Dus die scan heeft hij vanochtend nog. En we staan nu dus bij paardjes, omdat ja, anders moesten we 2 uur in de auto wachten. Tada, het is eigenlijk een soort van zebra. Maar ze eten wel uit de hand. Gisteren hebben we Jo opgehaald en toen zijn we hierheen gereden. In totaal zijn we echt van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds onderweg geweest. We waren onderweg wel gestopt bij Geneve. En onze tent is opgezet, hebben jullie net gezien. En nu gaan we gewoon campingleven beginnen. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume my pain. The sorrow's in your brain. Cause I know you were on the run. We rijden momenteel door Vallei heen en we zijn onderweg naar Zaaskroent en daar ben ik 9 jaar geleden ook geweest en we gaan naar de bergen in en dan gaan we kijken. We gaan niet heel veel wandelen, maar we gaan zeg maar met een gondeltje naar boven en dit is momenteel hoe het eruit ziet. Er zijn, ja, dit is niet per se het mooiste ooit, maar daar zijn ook allemaal besneeuwde toppen. We zitten in de lift. Dit is ons uitzicht. Wow. Wow. Dat was wat mensen. Sneeuw en daaronder zie je een grijze massa. Ja. Maar die is echt veel kleiner geworden ook. En zijn daar kwamen allemaal die stroompjes uit. Wow, dit is echt een mooi uitzicht.
Yes, girls. We zijn bovenop de berg aangekomen en het is echt heel erg mooi hier. En hier... Het is echt prachtig. Je kan nog verder omhoog en dat gaan we zo doen. En daar ergens was een meertje. Hi, Meerte. Dus ja, it's very, very pretty. We staan hier ook nu op 3100 meter hoogte. Daar zie je al die bergen, maar die zagen we toen net ook. En hier is die gletsjer. En je kan zeg maar zo lopen daar omhoog. En misschien gaan we dat doen, maar we moeten even kijken hoe ver dat is. Maar ja, het is hier. Het is hier trouwens best wel koud. Maar ik heb nu gewoon een lange mouwshirt aan. En het is wel echt heel mooi hoor. Very mooi. Het is ondertussen 2 dagen later van de camping. Ik film niet zoveel omdat er ook andere mensen zijn. Maar we zijn weer met zo'n gondel omhoog gegaan. Het was daar alleen een beetje druk. Alleen we staan nu in een leuker bad. Ik kan het wel laten zien. Kijk, daar zo heb je ook een van de uitzichtpunten. En hier zie je allemaal besneeuwde toppen. Het is een beetje moeilijk met het licht, maar... ze zeiden echt dat het heel erg slecht weer zou worden. Er stond echt voor deze week 5 dagen regen onweer. Maar we hebben gisteren wel wat onweer gehad. Maar iets van 10 minuten regen. Dus het valt echt heel erg mee. En daarachter is een meer. En ik denk dat we daar zo ook nog wel naartoe gaan. Daar zijn mensen aan het klimmen, maar we staan hier gewoon in de afgrond. En kijk, daar was de gondel waarmee we kwamen. En hier wordt ook rooskwarts vandaan gehaald, tenminste, van dit gebied. But we arrived. Het is echt heel rustgevend. Die andere mensen zijn echt nog heel ver weg. Wij spelen dit spelletje Magia Valley en dit is echt geweldig. Het moet even snappen. Nou, even een paar keer doen voordat je het snapt. Maar het is echt heel erg leuk. En deze vakantie hebben we dit echt al 1000 keer gespeeld. Dus... Goedemorgen, we zijn onderweg naar een hangbrug. Dit is een kwartiertje lopen van onze camping. Nou, er staat een half uurtje, maar mijn vader zei dat het korter was. En ik ben samen met mijn zusje en mijn moeder. Dus we gaan het zien. En we moeten nu omhoog lopen. Maar het is nog niet super zwaar gelukkig. Nou mensen, we zijn aangekomen. Het gaat over een droge rivier heen. Er is een heel klein stroompje. En hij is best wel lang. En dit is het uitzicht. En daar staat ook nog een soort van kruis. Maar ja, het voelt best wel grappig. En er hangen allemaal van die vlaggetjes aan. En dat zijn van die vlaggetjes uit Azië en zo. Ja, het is echt schandalig gewoon. Zie dit. Dit is het water van zo'n grote rivier. Zien hoe groot het kan zijn. Maar dat zou wel na de winter zijn. Ja. Maar het is wel weer echt heel erg mooi. S'mores maken boven de barbecue. Met in het donker. Hoi. Met onze mooie lichtjes. Oké, voor vandaag gaan we vertrekken naar de volgende camping. En als jullie dit zien ben ik alweer thuis. Maar die volgende camping komt in volgende week's video. Dus voor nu is dit het einde van de video. Mocht je die volgende camping willen zien, moet je even op me abonneren en de notificaties aanzetten. En dan zie ik jullie dan wel weer. Daar in die video zou ik ook wel even een tenttour doen. Die zat in deze video niet, maar nu wordt de hele tent weer afgebroken, dus is het niet zo handig. Maar hebben jullie nog iets om naar uit te kijken? Dus tot dan. Doeg!